Morgen Almere City, dat lijkt mij een lastig potje. Ja, ik vind Almere een hele goede ploeg. Gelijkwaardig aan Cambuur, dus dat wordt morgen zeker een lastige wedstrijd. Wie zijn er morgen niet bij? Nou, Farsad Noor is nog geblesseerd, Danny Bakker en Tyrone Conrad. En voor de rest is alles fit. En volgens mij is Jamiro Montero geschorst, klopt dat? Die is geschorst vanmorgen, dus dat is, daar gaat Jordi Mannens voor starten. En voor Jordi een mooie kans om te starten morgen. 21 man telde ik op de training heel vlug. Volgens mij heb je een luxe probleem. Ja, 21 plus 3 keepers, dus 24 jongens. En er kunnen maar 11 spelen. Dus ja, we moeten straks nog even wat gesprekjes voeren voor jongens die morgen niet gaan starten. En dat is voor een trainer een luxe positie. En dat hoort ook bij ons vak om jongens die niet gaan spelen morgen, die gaan we uitleggen waarom ze niet spelen. En die jongens die morgen wel gaan starten, moeten morgen later zien in de wedstrijd. Hoe manage je dat? Ja, hoe manage je dat? Gewoon wel met de jongens in gesprek blijven. We hebben het altijd over eerlijkheid. Eerlijk uitleggen waarom ze niet starten. En er zitten ook wel eens jongens die zitten heel dicht bij elkaar. Nou, dan is dat vaak ook een gevoelskwestie. Maar wat ik zei net al tegen je zei, van eerlijk blijven richting jongens, in gesprek blijven met de jongens. En dan accepteren ze ook wel de uitleg. Wil je de opstelling prijs geven? Die geef ik nog niet prijs, nee. Die jongens weten hem ook nog niet. Hè. We gaan zo met elkaar lunchen. En we gaan morgen komen we ook nog een keer terug op de opstelling. Dus de jongens weten nu ook niet wie gaat starten. Als ze goed hebben opgelet natuurlijk wel. Maar we gaan pas morgen vlak voor de wedstrijd wordt de opstelling bekend richting de pers. Het is wel een cruciale wedstrijd. Er zit 2 punten verschil tussen, als ik me niet vergis. Stel dat je nou verliest, wordt het dan echt nog weer zwaar om die 5e plaats? Ja, maar dat is het nu ook. Het zit allemaal zo verschrikkelijk dicht bij elkaar. Als je morgen wint, dan kun je zo 2 of 3 plaatsen stijgen. En als je verliest, kun je ook zo weer 2 naar beneden donderen. En dus zo dicht ligt de middenmoot ook bij elkaar. De 1-1 tegen Fortuna is natuurlijk wel wat teleurstellend daarin. Want dan had je nu 2 plaatsen hoger gestaan. Maar wij willen morgen, Almere is een mooi richtpunt voor ons, 2 punten hoger dan ons. En wij moeten gewoon zorgen dat wij na morgenavond boven hun staan.